heeft in handen genomen. En ja, toen sprong één weer op het juiste moment weggetrossen om de zaken te zorgen. Ik heb eigenlijk bij de rug altijd heel veel vrijheid gekregen om wel mijn eigen tijd in te kunnen delen. En zeker de laatste periode waar alles door corona online was, was het eigenlijk voor mij perfect om te combineren. Omdat ik in mijn eigen tijd mijn trainingen kon doen en daaromheen mijn studie kon doen. En op die manier heb ik toch mijn propedeuse kunnen halen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Zolang je je eigen initiatief toont en zorgt dat je dingen voor elkaar hebt, is er eigenlijk heel veel mogelijk. En, doordat ik vooraf bij de studiecoördinator kwam met een plan van zo wil ik het gaan doen, was er gewoon heel veel mogelijk. Ik wil heel graag nog een keer die studie weer oppakken en hopelijk afmaken. Maar voor nu heb ik bij deze ploeg de kans gekregen om me gewoon 4 jaar te focussen op het wielrennen. En dat staat nou op 1. Dankjewel. In theorie was het heel simpel, zorg dat de titel binnen de ploeg blijft. En in de praktijk is dat natuurlijk altijd wat lastiger in zo'n koers. Maar we wisten dat we alle 5 die titel binnen konden halen. En we zaten uiteindelijk op een gegeven moment eerst met 4, later met 5 in de kopgroep. En Amy die springt met het juiste groepje weg. En toen was het voor ons eigenlijk, we wisten Amy die was daar de sterkste. En hadden we een hele grote kans dat Amy het zou afmaken. Ja, en de andere ploegen in de kopgroep die reden met haar mee en die deden netjes hun werk. Dus eigenlijk was het voor ons de perfecte situatie. Misschien als ik met een groepje was weggereden, dan had ik de ploeg achter me gehad en dan had ik voor de overwinning kunnen rijden. Maar dat is hoe het gaat bij ons in de ploeg. Het niveau is zo hoog dat iedereen kan winnen. En in maart heb ik mijn overwinning gepakt en had ik de ploeg achter me en hebben ze voor mij gewerkt. En, daar reed Amy ook en nu op deze manier konden we dan iets terug doen voor Amy. Ja. Omdat er weer in het begin van het jaar toch een aantal koersen zijn uitgesteld naar oktober is eigenlijk september, oktober met in augustus nog de Ladies Tour in Nederland gewoon een hele belangrijke periode. Met, het EK onder 23, voor mij eerst op de baan, daarna op de weg. En in oktober natuurlijk eerst Roubaix, vervolgens de Women's Tour in Engeland en als afsluiter de Ronde van Drenthe.